Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik ben vandaag grotendeels alleen in mijn uppie. Want Niels die is zijn aanhangerrijbewijs halen. Samen met een vriend van hem is hij helemaal naar Zeeland, Vlissingen, daar die kanten. Daar is hij. Ik moet zo dadelijk wel nog heel eventjes naar de apotheek toe. Want de antibiotica van Jordi is op en er zijn heel veel flesjes besteld. Maar die kwamen vandaag pas binnen. Dus ik moet Jordi zijn onderhoudsantibiotica. Hij krijgt gewoon antibiotica door het hele jaar heen. In een gedoseerde hoeveelheid. Zodat hij bijvoorbeeld niet zo snel oorontsteking krijgt. En dat soort dingen. Dus dat moet ik halen. Macrogol moet ik halen. Zetpillen moet ik even halen, want ik heb er nog maar een paar. En gisteravond heb ik Liam een zetpil gegeven, omdat hij toch wel last aangaf. En toen zag ik dat ik niet zo heel veel had. Dus die moet ik halen. Ik moet medicijnen voor mezelf halen en mijn calciumtabletten. En that's it. Maar ik heb wel een hele apotheek die ik even leeg moet gaan drinken. Dus ik ga mijn eigen nu even aankleden, zodat ik al aangekleed ben. De kinderen zitten nog in hun pyjama, maar ik heb wel al kleren klaar liggen voor hun. En ik denk dat ik het even gewoon met de auto doe. En dan de kinderen een filmpje geef in de auto. Ik kan voor de apotheek parkeren. Dus ik kan precies kijken op de kinderen. Want het regent en het waait. En ik wil niet te veel met Liam zijn oren in de wind staan. Dus daar heb ik wel over nagedacht. Dus dat. Dat is wat ik ga doen. Ik ben toch maar even lopers gegaan om medicijnen op te halen. Ik denk dat ik hier dopie heb van Sneeuwwitje. Sammy, kijk, dopie van Sneeuwwitje. Jawel! Dat is schattig, man. Kleine dopie. Daar is Jordi. Ik heb inmiddels even een staartje in mijn haar gedaan. Nu zie je echt heel goed hoeveel babyhaar ik heb. Maar goed, hè, dat tezijde. Daarvoor doe ik het niet. Ik ga dit nog wel een keer vloggen. Alleen het is nu echt te veel om zeg maar te vloggen en te zwaar voor mij, zeg maar. En dan bedoel ik te zwaar als in het echt kracht te hebben. En ik maak dit voor het hele weekend. Dus je hebt wat nodig. Ik heb namelijk beslag gemaakt voor de wafels die ik altijd elk jaar met de auto opnieuw maak. En dit is mijn hand, dus ja, raad maar hoeveel beslag ik heb. Ik maak het nog een keer in de vlog, maar dan met minder. Dit is echt, even kijken, 1, 2, 3, 3 kilo. Sowieso zeg maar aan droge ingrediënten en natte ingrediënten. En dan ook nog eens, ik denk 1 kilo aan nog meer natte ingrediënten. Dus, en je moet luchtig hebben, dus je moet echt, dus vandaar. Maar goed, ik heb mijn beslag klaar, ik geef mijn aanrecht afdoen en dan kan ik gaan bakken. Ik ben net gebeld door Niels, helaas is die gezakt, maar ja, dat kan, het is zoals het is. Het is niet zo dat hij het niet goed had gedaan, maar er was iets was er niet helemaal goed geweest. Maar goed, hè, het is zoals het is. Ik ben ondertussen wafels aan het bakken. Ik ben al goed bezig. En Liam is zo vervelend. Nee, je krijgt nou niks. Ga weg. Hij is de hele tijd aan het gooien. Dus dat. Dan ben ik daar voor de aanbakken. Dat gaan we niet doen. Dus dat. Niels die, is nu nog even op een vriend van hem aan het wachten. Die is nu bezig en dan komen ze naar huis. Nou, we hebben de boel gestofzuigd, gedweld, et cetera. Ik heb mijn wafeltjes klaar. Dus alles is weer netjes. Ik moet nog even een klein stukje afdweilen. En dan ga ik naar boven toe. Ga ik even wasvouwen. En alle kleding, et cetera, allemaal klaarleggen voor morgen en klaarzetten. Zodat we morgenochtend eigenlijk gewoon op tijd weg kunnen.
Ik kan bijvoorbeeld de beddenspullen kan ik pas morgen gaan pakken, et cetera. Maar het reisbed van Jordi kan ik al wel klaarzetten. Zulke dingen dus. Dus ja, dat ga ik dadelijk doen. Het is nu 9:45. We gaan zien hoe ver ik kom. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. We hebben het gewoon echt druk gehad. Hè? Ja. En vandaag is het oudjaarsdag. Staan we nu voor de trein te wachten. We gaan niet met de trein, maar we gaan nou naar de winkel. Ja, maar het was tijd, hè? Ja. Anders hebben we zo niks tijd. We zijn vandaag twinnies, maar dat gaan we straks wel laten zien. Ja, en toen was het alweer even geleden. We hebben inmiddels gemake-upt. Want dat was een soort van... ding van Jinte dat we moesten doen. Maar, tada, we zien er hetzelfde uit. Ja, en dat was een beetje in verband met Jinte, toch? Ja, ja. Die heeft alleen een zwart shirt met een groene broek. Ja, dus wij zijn de opperheksen en Jinte is de leerlingheks. Ja, ze wil ook mee naar de heksencirkel vannacht. Ja. Met zijn volle maan. Nee, dus dat kan niet. Nee, nou moeten we er nog wijs maken dat we ook echt op bezemstelen vliegen. Ja, maar dat is ook pas 25 januari, want dat is pas volle maand. Oh ja, ja, nee, dat gaan we doen. Dus vandaag. We zijn allebei een... Tokje fout. Ja, tokje fout. Dus vandaag, dat is ons tenue voor oudjaar. Ja, toch? En nou gaan we lekker vreten. Doei! Kom! Ja. Ja, waarom jullie allemaal boven mij? Deze kant op. Je ligt verkeerd op. Nee, je zit je been te knuffelen. Kom hier. Kom hier. Zo, leg het die kant op. Je moet die kant op liggen. Met je benen naar die kant. Mijn schouder. Je billen die kant op. Ja, zo. Zo. Nee, je valt niet nog. Zo, liggen bij me. Mijn benen liggen hier nog, dat is erbij. Ja, nee, je ligt niet op zem. Jawel. Lig maar. Kijk, zo. Die ligt letterlijk op zem. Ja, dat maakt niet uit. Je hebt hem vast. Je hebt hem vast. Ik ga nergens heen. Ai. Oh. Hij piept nou niet, dus het komt goed. Wat? Au. Wat hebben we nou net gedaan en niet gefilmd? Jouw trots. Ja, zeker. Jolanda en Oud, de tweeling, die is officieel morgen pas jarig, 2 januari. Ja. Maar ze willen het liefst vuurwerk op hun verjaardag, dus meestal vieren we het op 1 januari. En toen hebben we confettikanonnen afgesloten. Yep. Die had ik meegebracht, stiekem. Dus ik had iedereen bij me geroepen en gezegd, dadelijk nadat we iedereen oud opnieuw hebben gewenst, gelijk even schieten. Dus dat hebben we net ook mogen ruimen. Maar we hebben niet gefilmd, dat zijn we vergeten. Ja. Maar ze vonden het wel geweldig. Ja, zeker. Ja. Nou zijn wij de moeders in huis voor de 3 etters van mij. Zodat het toch gewoon veilig blijft. Ze slapen nog, zolang ze niet wakker worden. We gaan ze ook niet wakker maken. We doen ze morgen wel gelukkig nieuwjaar wensen. Zeker. Maar de rest van de kinderen zijn allemaal buiten. Ja. Als ik nog een filmpje ga krijgen, ga je die nu zien. Het is allemaal leuk. En de rest erbij schuiven zo. Huppakee. Fuck met die brul.
En als ik die niet ga krijgen, dan gaan we bij deze ups en downs afsluiten. Ja, zeker. Wij gaan iedereen met onze oliebollen, appelbeignets, wafels. En toen vielen jullie van de knallen. We gaan jullie een heel fijn, gelukkig nieuwjaar wensen. Zeker. Met alleen nog maar meer filmpjes van jou, mij. Iedereen. Ja, iedereen, de kinderen. En natuurlijk ook van Niels en mijn gezinnetje. Maar tot nu, we gaan nu de ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.